De twee geplande windmolens op het terrein van de oude elektriciteitscentrale aan de Waal bij Nijmegen staan te dicht bij Wuurt Noord. Dat zegt BNNM, de grootste partij in de gemeenteraad van Beuningen, in een open brief. Bovendien zijn de twee grote windmolens door energiebedrijf Engie daar gepland zonder goed overleg met de inwoners van Wuurt, zo stelt BNNM. De zorgen van de inwoners van Wuurt zijn volgens de politieke partijen dan ook terecht. Maar wat vinden de inwoners van Wuurt nou eigenlijk zelf van die windmolens? Ik weet zeker dat we geen last van krijgen. Ik ken windmolens vanuit Denemarken, daar kom ik ook vandaan. En de allereerste, ja, die piepten en die schreeuwden, die gingen tekeer. Maar tegenwoordig is het eigenlijk alleen mooi gezicht. Je hebt er geen last van geluid. Vogels en dieren hebben in Denemarken geen last ervan, die passen zich aan. En voor de rest, graag. Ja, als je hier over de dijk loopt, dan kijk je op Oosterhout, dan zie je er ook een stuk of 3-4 staan. Ja, god, ik denk dat het een beetje het beeld gaat worden. Ja, we moeten iets. In plaats van al die fossiele brandstof die in die kolencentrales gaan, dat denk ik dat een windmolen toch echt wel een groene verbetering is. Maar ja, goed, ook al zet je er een lantaarnpaal neer, dan zullen ook mensen er tegenin komen. Want ja, zo is het. Niet hier, nee. Ik ben er niet zo voor. Ik zie liever gewone molens. Ik woon er ver vanaf, dus ik zie er niet zoveel van. Maar mensen die dichtbij wonen, zien dat wel. En dat zal waarschijnlijk wel irritant zijn. Ja, ik vind het een beetje NIMBY-gedrag. Not in my backyard. Gewoon windmolens prima, als het maar niet bij mij in de buurt is. Kijk wat er nu staat. Dat is een heel ander verhaal, een windmolen. Nee, ik heb er geen problemen mee. Nee, dat is allemaal verzonnen anti-propaganda. Ik bedoel, ik rijd naar Denemarken, ik zie die molens ook bij mijn ouders in de buurt en op het land. Ik vind het prachtig. Het zijn net zwanen op een blauwe hemel.